Nou, hallo allemaal. Vandaag staan we in Purmerend en ik ben hier met Ramon. Hoi. En Ramon die werkt samen met mij bij de veiligheidsregio. En misschien wil Ramon zelf even vertellen wat hij doet. Ja, dat wil ik. Ik ben Ramon Talstra en ik werk voor de veiligheidsregio inderdaad. Ik ben toezichthouder in brandveiligheid. En ik ben hier vandaag met Noah op een integrale controledag in gemeente Purmerend. En met gemeente Purmerend. Samen met netwerkpartners, politie, douane, gemeente en Liander. En wij doen vandaag dus een integrale controle. Wat houdt dat nou precies in? We gaan eigenlijk in Purmerend een aantal bedrijven af. En daar gaan we dus toezicht doen op brandveiligheid. Maar daar doet de politie zijn ding. Daar doet Liander controle op illegale aansluitingen. Daar doet douane zijn taak. En zo doet eigenlijk iedereen zijn ding. Uitstraling, één overheid. En eigenlijk terugdringen van illegale situaties. Dat is een beetje wat we doen vandaag. Nou, interessant is dat. Ja. Ook voor mij om te zien. Want in deze reeks loop ik dus mee met een aantal collega's die mij meenemen in wat zij zoal doen. En daar is dit een onderdeel van. En daar gaan we jullie wat meer van laten zien. Leuk. Nou, daar zijn we weer. We staan nog steeds in Purmerend en Ramon heeft natuurlijk al verteld wat we hier doen bij de integrale veiligheidscontrole. En daaronder is ook de politie aanwezig en Ruud vertelt zelf even wat hij hier dan doet. Ja, hallo, ik ben Ruud Roos. Ik ben wijkagent op het industrieterrein De Baanstee in De Koog. En mijn taak is met name zichtbaar aanwezig zijn voor de ondernemers en de bewoners. Ook om trachten uit te vlooien van wat voor bedrijfsmatigheid vindt er nou plaats in een pand. En dan met name inzoomen op de verdachte panden. Dus panden zonder logo, panden dat de ramen zijn afgeplakt. Panden waarvan je hoort dat er in de avonduren wat schimmige gasten komen met te dure auto's. En daar tracht ik dan een vinger achter te krijgen door in gesprek te gaan met de ondernemers. Maar ook om de politiesystemen te raadplegen van wat voor personen hangen er nou aan dat kenteken. Wie zijn dat? Wat zijn hun antecedenten? En wat weten we van hen? En om dat zo goed mogelijk in het systeem vast te leggen. Ja. En mijn rol bij deze controle is met name het verzamelen van voorinformatie. Van kunnen we misschien iets verwachten bij een bepaald pand? En assistentie te verlenen als we iets vinden wat niet door de beugel kan. Dus een kwekerij of verstolen spullen. Of illegale bewoning met mensen die niet de juiste papieren hebben om in Nederland te verblijven. Oké, nou, interessant. Ja, het is ook interessant. Het is ook leuk werk. Ik ga meestal met de auto. Als het mooi weer is, pak ik de fiets. Ja, nee, daar lach je om. Maar de fiets is heel laagdrempelig. Je komt op plekken waar je met een auto niet komt. En je hebt heel makkelijk contact met mensen. En als het mooi weer is, is het ook lekker. Dan word je nog bruin ook tijdens je werk. Dat is zeker. Ja. Nou. Helemaal mooi. Daar zijn we weer en nu sta ik met iemand anders. Ramon had de verschillende eenheden natuurlijk al aangekondigd. En ik heb hier naast mij Miranda van de omgevingsdienst Eimond. Ja. En Miranda gaat zelf nog even wat vertellen over wat zij vandaag hier gedaan heeft. Nou, mijn naam is Miranda en ik ben milieutoezichthouder voor omgevingsdienst Eimond. En de gemeente huurt ons in om de milieutaken voor de bedrijf te doen. Dus wij controleren bedrijven op de wet en regelgeving van milieu. Dus dan kan je denken aan de opslag van gevaarlijke stoffen. Hoe staan gasflessen in het bedrijf? Worden de afvalstoffen gescheiden en op wat voor manier? We nemen een stukje energie mee van het pand. Dus hoe gaat het bedrijf om met energie en het verduurzamen? En zo kan ik nog wel een stukje doorgaan. Maar ik denk dat dat wel genoeg vertelt. Ja, nou ja. Leuk. Nou, nu sta ik hier met de volgende en dat is Sam. En Sam gaat zelf vertellen wat hij hier vandaag heeft gedaan. Ja, ik ben Sam van de gemeente Purmerend en ik ben hier ook aanwezig bij deze integrale controle. Dat wordt vanuit de gemeente georganiseerd om eigenlijk meer toezicht te krijgen op het gebruik van panden op het bedrijventerrein. Uit verschillende disciplines is dat, dus vanuit milieuaspect, maar ook brandveiligheid wordt er gekeken, bouwregelgeving, is alles wel op orde. Het bedrijventerrein is niet altijd zichtbaar hoe het pand gebruikt wordt, dus vandaar is het belangrijk om ook eens een keertje een kijkje te gaan nemen. Dus dat is eigenlijk precies wat we vandaag doen. Zeker om vooral ook de veiligheid toch te waarborgen op zo'n gebied. We hebben er soms wat minder zicht op en vandaar zijn deze controles. Dus ook om ervoor te zorgen dat eigenlijk criminaliteit niet ook niet op een bedrijventerrein plaatsvindt. Oké, nou helder verhaal. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.